de stilte doorbroken. We zullen schrijven, zingen, van een vergeten pijn. De weg die onze ouders gingen, bracht ons waar wij nu zijn. Dat is wat zij ons gaven. Het offer is gebracht, een veilige haven, hun missie is volbracht. Jaarlijks herdenken we op 15 augustus allen die door de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zijn getroffen. In Helmond doen we dat op 14 augustus. Het gaat om erkenning van de plek van de Indische en Molukse gemeenschap in de Nederlandse geschiedenis. De herdenking benadrukt de verbondenheid van ons allen met dit gedeelde verleden. De oorlogsverhalen zijn ons bekend, maar de verhalen van de nasleep worden niet vaak besproken. De pijn vaak niet erkend. Laten we daar vandaag samen bij stilstaan. De erkenning geven die het moet krijgen. Elke gemeenschap kent haar eigen verhaal. De oorlog was voorbij. En toen? Twee grote gemeenschappen in Helmond en de Peelregio, de Indische en Molukse gemeenschap. Zij zijn met elkaar verbonden en ook vandaag bij de Indië-herdenkingen allebei vertegenwoordigd. Maar beide gemeenschappen kennen een andere historie. Wat bracht hen naar Nederland? En ik neem u mee, terug naar het einde van de oorlog. Veel Indische Nederlanders hadden het zwaar in Indonesië. Ze waren niet alleen Indonesisch, maar ook Nederlander. En dat verschil werd met de dag meer voelbaar. Al een tijdje voelden ze zich niet langer welkom in Indonesië. Ze kozen ervoor om te vertrekken naar Nederland. De ontvangst in Nederland was cool. Vaders gingen aan het werk en de moeders werden al gauw omgevormd tot Hollandse huisvrouwen. Aanpassen en overleven. Zij werden Nederlanders, maar ze waren toch ook Indisch? Voor velen het begin van een identiteitsvraagstuk. In het heden zie je dat de jongste generatie op zoek gaat naar hun sporen. Het stukje Indisch verleden, wat door hun ouders wellicht werd weggestopt, werd nu omarmd en opgezocht. We moeten ons inzien dat zij geen keuze hadden. Ze moesten zich aanpassen. En die pijn is nooit erkend. Een ander perspectief is die van de Molukkers. Veel Molukse gezinnen en KNIL-militairen vertrokken naar Nederland. Ze moesten vertrekken. Voor hun eigen veiligheid en dat van hun gezin. Ze hadden geen andere keus. Met slechts één koffer, want terugkeer was hen beloofd. En eenmaal aangekomen in Nederland werden de KNIL-militairen ontslagen. Teleurstelling, woede en soms schaamte namen de overhand. In woonorde geplaatst, maar niet met open armen ontvangen. Al gauw werd hun droom om terug te keren versnipperd. Dit was nu hun thuis. Een vreemde cultuur, een andere taal. De Molukkers hielden elkaar vast. Dat voelde veilig. En tot op heden is de Molukse wijk van Helmond een begrip. Ondanks dat zij volledig zijn geïntegreerd in Nederland, fungeert de wijk als een veilige thuishaven. Een plek met verhalen, cultuur en broederschap. Dat de pijn is gebleven, kunt u zien aan die ene koffer in huis. De koffer die was ingepakt om mee terug te nemen. En soms, zelfs tot op heden, nog steeds ingepakt in huis staat. Een warm welkom hadden zij niet. En de pijn is nooit erkend. 2 maanden geleden gingen de Indische en Molukse gemeenschap uit Helmond en ik samen in gesprek met staatssecretaris Blokhuis. De staatssecretaris was erg onder de indruk van hoe onze gemeenschappen met elkaar optrekken en noemde de samenwerking bewonderenswaardig. In de aanloop naar het gesprek heb ik regelmatig gesproken met beide gemeenschappen. Hierdoor ben ik hun verhalen nog beter gaan begrijpen. Ik zie hoe de Indische en Molukse gemeenschap in Helmond doorzetten. Beide gemeenschappen nemen actief de houding om elkaar op te zoeken. En dat is knap.
Want in vele gemeentes staan de gemeenschappen recht tegenover elkaar. De boodschap die de staatssecretaris mee heeft gekregen is dat de erkenning en educatie voorop moet staan. En dit kan ik alleen maar onderstrepen. Om vrede te kunnen bewaren, moeten we alle perspectieven van de oorlog leren en bespreken. We moeten luisteren naar elkaars verhalen en elkaars pijn niet ontkennen, maar erkennen. In de toekomst zal er een monument komen in Helmond, waarmee we alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdenken. En ik hoop dat dit een plek zal zijn waar we samen kunnen komen, maar vooral een plek van erkenning. Dank u wel.